gewilpt. Ik heb een liedje geschreven over mijn moeder. En in het Engels. Ja, natuurlijk dan. In no time was dat op 135 views op YouTube. Hè. Yeah. Maar dat je dus mijn Nederlandstalig nummer, alleen in mijn geval toch. 100.000 jaar. Jordi van den Boer. Ja, yes. Jordi, ja, ik hoop dat je heel veel succes krijgt nog in de toekomst. Nou ja, absoluut. Weet je, daar gaan we hard voor werken. En, ja, weet je, we gaan zeker niet stilzitten. Dus, dat moet je zeker nooit doen. Nee, absoluut niet. We gaan er in ieder geval alles aan doen. Ja. Gewoon vertrouwen houden. Gewoon blijven kennen. Ja. Ja. God, heren, wat, hebben jullie nog wat aan te vullen? Toevallig in, voor de komende tijd? Voor wat je per se kwijt wilt? Wat je denkt van, ja, God, wat je belangrijk vindt? Wat je gezegd wilt hebben? En wat misschien nog niet gezegd is. Nee, ik geloof dat alles wel gezegd is. Ja? Ik wens wel alle luisteraars een hele fijne feestdagen. Dankjewel. En een heel goed gezondheid voor het nieuwjaar. En alles wat het beste is dat en dat mag komen. Ja. En dat maar een muzikaal 2020. Vooral dat. Ja. Nou, goed heren, ik hoop natuurlijk dat jullie alle drie een goede kerst hebben. Mm-hmm. Allemaal, waar je ook zal mogen zijn met kerst. En dat het een succesvol muzikaal jaar gaat worden. We gaan ons best doen. Voor Jordi natuurlijk, want ja, God, je bent nog jong, je staat vooraan op de ladder. En ook voor Gee natuurlijk, ja, want God, je hebt al natuurlijk al heel wat jaartjes meegemaakt in de muziek. Oh ja, maar ik heb nog plannen maar voor 200 plannen jaar. Maar je hebt plannen genoeg, 200 jaar. Kijk eens af, ja. Weet je, daar hangt ook geen leeftijd aan. Weet je, de muziek is passie en passie hangt absoluut geen leeftijd. Weet je, dus ik hoop dat je nog 200 jaar door kunt gaan. Nee, mijn zoon die zei gisteren, ja pa, binnen 30 jaar, ik zeg ja, dan ben ik 100. Nee, gezondheid, dat is het belangrijkste. Dat is belangrijk, gezondheid. Oké, nou zit je, je zit in België. Ja, dat is Belgisch grondgebied waar je nu zit. En ik zit in Nederland. Nee, jij zit ook in België. En jou zit ook in België. En ik zit in Nederland. Oh ja, zo was het. Ja, zo, de rest loopt over de tafel hier zo. Maar is het als Belgisch artiest moeilijk om in Nederland jouw muziek een beetje onder de man te brengen? Ja, maar ik denk ook andersom. Andersom. Nederland naar België. Er is een muziekgrens. Ja. Ja? Ja, dat is waar. Ja? Ja? En ik kom hier graag. Ik zei het hier net, RTV in Rotterdam. Dat was heel plezierig en ik ben daar goed ontvangen. Op TV Oranje zit ik ook met een aantal nummers. Ja. Maar neem het niet weg, er is een muziekgrens. En bijvoorbeeld Bluff, die zijn nu pas in België verleden jaar, dus afgelopen jaar, doorgebroken. Niemand kende die. Dat is onvoorstelbaar. Ja, dat moet je een bluffer hebben, hè? Bluff. Ja. Ja, zeker. Ja. Maar hoe stap jij die grens dan over, van België naar Nederland? Goh, ik leg contacten. Dus mijn vroegere plugger, dat was Simon Mol. Mm-hmm. Simon is wel niet zo goed met zijn gezondheid. En dan heb ik nu Geert, via social media Geert tegengekomen. Ook via Lux Standaard, die in België zo een beetje de promoties doet. En ja, zodoende. De afstand, het is geen kwestie van afstand. Nee. Ja, God, als je van Tilburg naar België wilt, ja, in twee keer vallen en je bent in België. Ja, voilà. Ja, ik wil zeggen, vroeger was je nog bij Poppel, stond je allang in de rij voor je de grens over was. Ja, en dan rij je zo door. Nou, ik kwam hier altijd voor een lekker frietje met een lekkere Belgische mayonaise. Ja, natuurlijk. Ja. Absoluut. Ja. En de Hebbeswinkel, die was je stond zat, was je ook in de buurt, toch? De Hebbeswinkel. De Hebbeswinkel. Ja, daar heb je alles, hè? Ja. Ja. Maar ja, vroeger was er een echte fysieke grens, maar die is er niet meer. Nee. Maar in de muziek nog wel. In de muziek nog wel, ja. Oh. Dat is heel merkwaardig. Ja, er zijn er maar weinig die geaccepteerd worden in Nederland. Ja? Van België naar Nederland of van Nederland naar België. Mm-hmm. Oh. Misschien een voorbeeld, Mieke. Die is eigenlijk in begin jaren 70 door Pierre Carner wel geaccepteerd in Nederland, om het zo maar te zeggen. Maar er zijn er maar weinig die van België in Nederland echt populair zijn geworden. Misschien dat daar een verandering komt nu André Hazes de Voice gaat doen in België. Wellicht dat daar een puzzelstukje gaat komen. Ja. Ja. Danny de Maag, die heeft dat ook wel aardig goed gescoten in Nederland. Hè? Dat ook. Ja. Ja. Zou het te maken hebben met woorden, uitspraak? Ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Afwerkingsbedrijf. Ja. Afwerkingsbedrijf. Ja, och, ik weet het niet wat het is, maar ja, we zijn allebei toch,
dan spreken toch allebei toch wel een heel klein beetje dezelfde taal. Ja, Zeker als het gezongen wordt, ligt het toch heel kort bij elkaar. Denk ja. Samen met Zuid-Afrikaans. Hè? Heb je wel eens ooit Zuid-Afrikaans gehoord? Ja, dat is dat toch is, wel. Dat is ook Nederlands, hè? Ja. Met haar op. Ze plaatsen de woorden anders. Ja. Maar het is Nederlands. Mm-hmm. Ja. Ja, dat doen wij ook wel eens ooit als we gedronken hebben, toch? Ja. Ja, dan begint de zinsopbouw. De zinsopbouw is een beetje. Draait ook wel eens iets om. De zinsopbouw is wat anders en ze plaatsen de woorden wat anders en ze schrijven het een beetje anders, maar het is in feite verpast in Nederlands. Ja. Ja. Oh, maar ja, god. Maar Nederlands en Vlaams, dus. Ja, dat is quasi. Alleen, ik heb geen moeite. Nee. Maar sommige woorden zijn toch. Ja, gelijk als. Je zei het ergens. Poepen. Ja. Dat moet je in België niet zeggen, nee. Want dan krijg je hem niet horen. Ja. Maar wat zeggen ze dan daar in België? Jordi die kijkt bij zijn ogen, ja, wat bedoelen ze dan? Ja, wat zeggen ze daar dan in België? Nou, volgens mij weet ik het wel, maar ik zeg het niet. Ik zeg het ook niet. Buiten de uitzending om zak zeggen tegen jou wat dat betekent. Wat ik heb het niet. Dankjewel. Poepen in België, betekent neuken.